Zeg maar. Yo, tof dat je kijkt. Dit is een meeting. En ik ga nou even zeggen dat we gaan rijden. Nee, ja, ik weet niet of we die moet je niet eruit editen, die moet je erin laten. Nee, dit ga ik wel inderdaad. Prima. Maar ik zit even te twijfelen of ik dat wil zeggen, we gaan. Want ja, zoals nu ook, jij kwam ook daar eigenlijk te laat. Ja, maar daarna komt er ook weer drie. Dan denk ik, ja shit, weet je, straks dan gaan we net wegkomen de twee aan. Ja, dat is zonde. Dan hangt het gevoel ook ervan. Dan in Hoogstraat, hè? Hoogstraat. Zie je, ik wist het, hè? Ik zei, ik ga niet nog een speech doen, want straks komt er nog één. Dat zijn problemen. Ja, je bent te laat. Niet mee. Ik heb hem vanmorgen rijdend gemaakt. Heel erg gehaald. Goed bezig. Nou, Hoogstraat, daar was je gebleven. Ik denk dat hij het einde van de rit niet wil halen. Nou, daar gaan we. Nou, ik sluit de route dus af. En Bo gaat aan het begin. Gebeurt er iets, dan ga ik naar voren. Nou, het is een kleine opkomst als je het vergelijkt met eerder. Maar ik vind het echt helemaal niet erg. Ik kan nu met zekerheid zeggen dat ik gewoon met iedereen even kan praten. Ik ga nou niet zeggen dat de enige Belgische kijker die is gekomen nu uitvalt, hè? Wat dan? Wel compressie? Ja. Heb je je kraan wel open? Nou ja, ik wil weten wat er is. Weet je iets? Het lijkt aan natuurlijk. De cilinder doet het nog prima. Kerel, succes. Dan ga ik snel achter de groep aan. Het was toch kort, maar erg leuk. Ja, ik hoop dat het nog goed komt, man. Echt, ik hoop het. Ja, was ook maar gedaan. Het is goed, kerel. Oké. Dat vind ik nou echt sneu, weet je dat? Dan zoveel moeite doen en dan, ja, kut, sorry.
En ik snap het niet, want inderdaad, alles doet het. En die kerel is uit België hierheen gereden, dus what the fuck. Ja, het kan zijn soms dat Boezies er ineens mee uitschaaien bij een Honda. Want ja, hij heeft een 125 AT naar erop zitten, dus dat is niet niks. Voor jullie wel leukere content. Ja. Ga met die banaan houden. Kom op, ga dan iets naar voren, jongen. Jezus, criminelen. Wow, dat ging bijna verkeerd. Dat deed ik ook niet slim. Je moet ook leunen, Stijn. Weet je wel dat waarbij je dit doet en dan zegt... Oké, made it. Eerlijk jongens, die derby hier rechts van mij is gewoon keihard. Dikke upside down voor ik ook. Fucking vet. Wait a minute, Beetle. Hey, a pilar.
dorpje met die dubbele naam, want ja, het is België en Nederland. Stonden er ineens superveel zundapjes en shit daar bij dat huis. Nou, superleuk, afijn. Maar ik had natuurlijk gekke Fast & Furious snelheid gereden net. Ik weet niet of we iedereen hebben. We hebben maar een stukje. Ondertussen had ik hier dus mijn motor uitgezet. Alleen, ik had niet door dat ik moest tanken, want ik was natuurlijk ook nog naar Breda gereden. En ja, als je dan al lange reserve moest en je rijdt toch door, dan weet je waarschijnlijk door mijn introductie van mijn motorvideo dat mijn brandstofpomp leeg is. En dan ben je fucked. Dan sta je compleet stil op de weg en moet je wachten tot de brandstofpomp weer vol is. Mijn brandstofpomp is leeg. Dus na even een pauze te hebben genomen en gewacht hebben totdat hij weer opvulde, want ja, hij wou gewoon echt niet starten. En ineens met het knopje kort. Nou moet ik hem nog kicken. Oh shit. Nou, kachelen we dan. Door Baarle-Nassau. Chillings. Maar terwijl ik hier dus aankom bij het andere tankstation waar andere kijkers aan het tanken waren, kom ik achter iets wat ik nog helemaal niet meegekregen had. Namelijk het feit dat die witte Volvo die je daar zag, gereden heeft over de helm van een kijker. What the fuck? Ja, moet je niet over doen. Als hij had gezegd, we lossen het even op, hier heb je een paar tientjes, prima. Wat dan? Gewoon bellen, gelijk bellen. Hij is over zijn helm heen gereden, die man. Welke vent? Die in de witte auto, daarom staat hij ervoor. Van een Mogol. Ja, en hij zegt, ja, we kunnen het even oplossen, geen probleem. 0900-8844, neem niet op. Omdat je misschien net in de regio België zit. Dat weet ik niet. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, maar ja, die gozer moest natuurlijk nu wel doorgaan rijden met een helm die best wel verrot was. Hij was nog wel gewoon rond en teruggeveerd in zijn model, maar ja, weet je, dat hele binnenwerk en die bescherming is gewoon compleet naar de kloten. Best wel veel. Dit mag echt totaal niet! Maar goed. Waar blijft iedereen? Waarom doe ik niet zo snel? Ja, what the fuck? Nu hoop ik echt oprecht dat de kijkers die nu meerijden met een brommer wel naar links zijn gegaan daar en niet nu nog op dat weggetje hier reden. Want volgens mij checkten ze daar met camera's of je wel met een legit voertuig hier reed. En België! Yay! Nu zijn we in Vlaanderen, die kan ik alleen maar baldertjes praten. Nee, grapje. Hey, we moeten hier ook gewoon gelijk naar rechts. Dus op zich gaan we niet eens heel diep België van hierin. Daar, op die T-splitsing, dacht ik naar rechts. Als ik me niet vergis. Ja. Aha, ik wist het. Dit is helemaal niet de route. Maar het is gewoon mooi, iedereen volgt je gewoon. Maar ik wil even iedereen weer bij elkaar hebben, want ik denk dat we er een aantal missen. Gauw. Oh. Maar is dit wel alles? Ja, ik dacht ik maak hier nog even een extra thumbnailtje.
ik moet zeggen dat dit stukje van België er gewoon uitziet als Nederland. Vooral omdat het gewoon helemaal vlak is. Ik heb nog geen enkel heuveltje gezien. En daarnaast zijn de wegen ook gewoon goed. Ik bedoel, no offense, maar... You know what I'm saying. Voor het volgende gedeelte van de video vraag ik u om uw aandacht te vestigen op de paarse Opel die nu passeert. Voor zover ik het kan begrijpen zitten er nu sommige kijkers en rijders in verwarring omdat ik en Bo eventjes achterbleven. Maar iedereen staat hier keurig aan de zijkant en blijft rechts rijden, dus ik zie geen enkel probleem. Maar wat in de fuck ben je daar nog steeds links aan het rijden terwijl er ook nog een tegenligger aankomt en dat kind daar keurig rechts reed? Dus wij lichtelijk triggerd achter die guy aan. Ik moet zeggen, daar rechts nu inhalen is niet het meest handige. En sterker nog, daarna doet hij het ook bij de auto. Afijn is niet het meest handige, maar opnieuw gaat nog niks fout en hij brengt nog niemand in gevaar. Maar wat bleek nou en waarom sowieso die automobilisten dus triggerd waren, voor hun, daar rijdt hij, rijdt de AGM Café Racer met een gangetje van 50, 45, 50. Ja. Wij weten niet, 1, waar we mogen rijden. Rechts staat een fietsicoon, dus dat kereltje denkt ik rijd goed. Ik zou in mijn mening ook zeggen je rijdt goed, alleen ik zou dan wel helemaal rechts zijn gaan rijden. Maar opnieuw, dan word je zo achterlijk ingehaald zoals bij die Thomas voor mij gebeurde. Dus uit veiligheid blijf ik maar eventjes netjes rijden bij zowel de AGM als bij de Thomas. Ik dacht het zal ondertussen wel opgelost zijn, maar vervolgens toen ik bij de volgende pomp kwam... Hebben we nou weer bonje? Want die vent haalde echt net een aantal keer in op een debiele manier, jongen. Wat is er aan de hand? Hij vond dat allemaal goden tussen. Ik zeg ja, ik kan dat niet. Ik kan dat niet. We doen dat een beetje veranderd. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Had ik een dashcam gehaald? Ik zat langs rechts voorbij, langs links voorbij, te zitten op het fietspad en zo te rijden. Had ik een dashcam gehaald, dan had ik de police gebeld. Ik mag het even duidelijk zijn, ik snap volledig zijn punten, maar hij heeft totaal geen voet om op te staan als hij zo zelf rijdt. Ja, is goed. Goed. Yo. Yo. Nou. Hij komt er net zo goed in het begin zelf omheen gevlogen. Juist. Ik wou net zeggen, ik heb vol op camera staan dat hij echt dit doet. Hup! Hup! Zo die auto eromheen, jongen. Ik denk, nou, dat is goed. Ja, ik vind het... Meerwoords video maken, jongen. Ja, ik vind het gezegend met hem. Maar goed, let er niet... Ja, ik dacht ook wel, ga je nou lopen blaten, man. Maar goed, maakt niet uit. Few inches later. Doe dat nou niet, jongens. Deze guy. Prachtig. Top. Oké, gaan we weer. Ze laten mij ook gewoon alleen, hè, al die mensen. Och, och, och. Dat
graden mensen. Ik weet niet of jullie dat konden zien daar op de bord, maar er stond 30 graden en ik voel het in mijn pak. Oh! Oh ja! Zagen jullie dat? Die fucking minion. Het was gewoon een minion, een hooibaal minion. Weet jij de weg nog? Chill. Ja. Ja toch? En at this point dacht ik, ach, ik haal ze wel even allemaal in. En dan zeg ik dat we wel moeten omdraaien, zeg maar. Maar ja, voordat ik zeg maar iedereen had ingehaald, waren we al aan het einde van deze straat. En kon ik toen pas zeggen dat we om moesten keren. Shit. Wow, ik had helemaal geen mensen gezien eerst. What the fuck? Dit is dus precies waarom wij soms zeggen dat het echt een tweewielerrit is. Let op. Fucking hell, Bo. Tering, kerel. Ah. Mission failed. We'll get him next time. Zijn ze uitlaat kwijt. Ik weet niet of ik nog film, jongens. Maar we zijn in ieder geval bijna terug bij het meer. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Doe even een blauw duimpje omhoog voor die kei dikke CR450R of zoiets van Britney. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later! Thank you.